Op de eerste etage van een bedrijf aan de Genieweg in Nijdrecht is dinsdagmiddag rond 5:30 een felle brand uitgebroken. De brandweer werd gealarmeerd en er kwam zwarte rook uit het pand. Meerdere brandweerwagens uit Nijdrecht en Vinkeveen kwamen ter plaatse om het vuur te blussen. Ook een ambulance werd opgeroepen omdat één persoon rook had ingeademd. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting en was snel onder controle. De schade aan het pand is enorm.